BSO De Pierenwaaier in Rotterdam-Blijdorp heeft het druk de dag dat veel scholen dicht zijn vanwege de onderwijsstaking. Voor veel ouders is het een uitkomst dat de buitenschoolse opvang de hele dag open gaat. Heb je begrip voor de onderwijzers, voor de leraren? Zeker. Ja, ik vind ook dat ze echt ingegrepen moeten worden, want dit is de basis. Hè. Waar we het over hebben en dat moet gewoon goed georganiseerd zijn. Ja, heel veel begrip voor, heel veel begrip voor. Ik vind het onvoorstelbaar dat als het economisch heel goed gaat, dat ze zo'n laag salaris krijgen. Ze hebben volst recht, echt waar. Ja. Nou ja, je hebt het recht om te staken, maar ik vind het niet nodig op zich. Voor ouders is dat natuurlijk wel een extra kostenpost. Was daar veel gemor over? Ja, er waren wel een aantal ouders die daar vragen over hadden, maar vervolgens kun je het uitleggen. En dan valt het uiteindelijk wel mee. Wat was dan uw uitleg? Nou, de uitleg is uiteindelijk dat een extra dienst ook extra kosten met zich meebrengt. Wat vinden jullie nou leuker? BSO of school? Ik ben BSO. BSO. Nou, dat is duidelijk. Ouders die bij de Hogeschool Rotterdam werken, hebben mazzel vandaag. Hun kind mag gewoon mee. Het is Bring Your Kids to Work Day, speciaal vanwege de staking. Jij zit hier gewoon lekker te werken. Ja, relaxed hè. Wat vind je ervan dat deze oplossing is gekozen bij de hogeschool? Ja, ik vind het supergoed. Voor ons als ouder ideaal natuurlijk. We hebben vandaag circa 50 kinderen over de vloer. En die worden 's ochtends opgevangen door studenten en een paar vrijwillige docenten. En die gaan een heel programma volgen. Ja, want jullie hebben natuurlijk de leerkrachten in spe gewoon in huis om ze bezig te houden. Ja, dat klopt. En de studenten vinden het leuk om te doen. Die leren van het organiseren, maar ook van het begeleiden van zo'n dag. Je zou bijna denken, kunnen ze dit niet altijd doen? Nou, nee, dat niet. Nee? Ook sportclubs spelen in op de onderwijsstaking. Bij hockeyvereniging Leonidas komen 150 kinderen vandaag de hele dag hockeyen. Ook hier zijn natuurlijk heel veel kinderen die door die staking getroffen worden. Wat is dan leuker om ze een sportdag, extra sportdag te bezorgen? En onze dames en heren van onze dames en heren 1 teams, die waren bereid om daar een hele leuke invulling aan te geven. Wat vind je nou leuker? Een dagje hockeyen of een dagje naar school? Hockeyen. Nou, ik weet het niet. Ik vind het allebei heel leuk. Ik vind hockeyen leuker. Dus voor jou mogen ze eigenlijk elke dag wel staken?